Like deze video in 3 seconden tijd. Anders is de grote kans dat je afgeschoten wordt door de Squid Game. En dat wil je liever niet hebben, mensen. 3, 2, 1. Heb je dat gedaan? Anders heb je misschien wel cartoon karton in je bed liggen die niks met deze video te maken heeft. Maar dat maakt mij niet uit. Wat we vandaag gaan doen is op zoek naar 3 bepaalde dingen. Om vervolgens de Squid Game doll tegen te kunnen komen. Maar we hebben eerst andere members. We hebben de triangel, we hebben de driehoek, we hebben de cirkel en niet te vergeten, we hebben het vierkantje. Waar gaan we eerst naartoe? Inderdaad, we gaan naar boven naar de berg, want er zijn namelijk mensen die weten waar die eventueel kan zitten. Maar ja, ik heb zelf eerlijk gezegd geen idee. Om eerlijk te zijn moeten we dus naar het puntje van de berg gaan. En dat bevindt zich dus helemaal boven in de map. Maar mensen, wish me luck en ik ben weer aan het verkeerd draaien. En ja, ik zie die daar weer zo. Let's go. Oké, guys, we zijn al een stukje aan het draaien en het ziet er naar uit dat we er bijna aankomen. Maar pas een beetje op dat we hier niet vanaf vallen, want... Ja, dat bedoel ik. Dan zijn we de Sjaak. En ja, we moeten hier dus even overheen blijven crossen. Om vervolgens helemaal aan de top van de mountain te komen. Sirenet is on the tip of the mountain. Tenminste, dan moet ik wel naar de goede berg gaan. Want dit is ook niet echt de juiste berg. Maar het maakt niet uit. Oké, mensen. Maar nu beginnen we wel dichtbij te komen. En de eerste die iets over weet, die zit daar bovenop. Het gaat er namelijk om dat we naar een anticapitalistische gebied moeten gaan of zo. Waar allemaal van die drugsdealers zitten. Drugsgebruikers, verslaafden, kooksnijvers, drankproblemen mensen. Ja, dat soort mensen zitten er een beetje bij. Die er niet tegen kunnen dat kapitalisme een beetje aan de macht is. Vrije markt is altijd goed. Maar goed, daar heeft iedereen zijn mening over. We gaan lekker naar boven toe. Let's go. Oké, maar als het goed is, als we even die berg op gaan. Oei, we zijn er wel bijna, hè? Au, dat vindt mijn auto niet leuk. Aha, daar moet het zijn. Dus daar zijn dus 2 hikers. En oh my god, er staan dus 2 mensen voor. Ik heb met die hikers praten, hoor. Want die weten er iets meer over. Fakka, Niffaus. Hé, ik heb even een vraagje aan jullie, hè. Weet je toevallig waar die triangle is van de Squid Games? Squid Games? Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ik kijk het zelf ook niet, hoor. Maar ik wil het even graag weten, toch? Ja, die zit ergens in een map. Maar je bedoelt zo iemand met een roze pak en zo'n triangle op zijn kop? Ja, die, ja. Die zit daar helemaal in het noorden. Ik zou even de map erbij pakken. Zie je de rode stipje? Daar is hij dus. Oké, dankjewel. Oké, wat gebeurt hier nu? Huh? Hey! Oh my god! Hey, kappen daarmee! Zo. Wat gebeurt hier allemaal? Snap. Oh oh, dit is niet goed. Oh oh, waar komt er nog meer? Is er nog eentje uit het leven, toch of niet? Oh, daar, hè? Zo. Vanaf. Ga er maar lekker vanaf rollen, jij, hè, meneertje? Zo, had je nog wat? Blijf liggen. Zo. Die hebben we ook te pakken. Maar laten we eens even zijn wapen pakken. Jeet! Auw. Oh, daar is zijn wapen dus. Laat hem afpakken. Mijn god, zeg. Ze werden ineens aangevallen. Wat de triestigheid is dit ook, hè. Helaas hebben die man het niet overleefd. De hikers zijn hartstikke dood. Maar weet je, wij moeten toch wegwezen, want we hebben informatie gehad. Dank jullie wel in ieder geval. Maar goed, we gaan dus nu lekker door naar het anticapitalisme kamp. En ja, wat is nou een kapitalist? Voor jullie een vraag. Voor mij een weet. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Jullie ziet zo meteen wel ergens verschijnen. Dus daar gaan we nu even naartoe. En het schijnen hele gezellige niet-mensen te zijn. Want het zijn mensen die alleen maar, ja, boos zijn tot de wereld. Die kunnen niks. Die hebben geen humor. Die hebben geen lol. Ja, dat zijn een beetje mensen die hier ongeveer zitten. En ook niet zo vrolijk van. En oh ja, niet te vergeten, ze hebben geen zelfspot. Want alles wat in hun ogen gezegd wordt, is beledigend. We gaan even naar binnen toe. Oké, wat hebben we hier zo? We hebben hier een man. En die mannetje kan me helpen ze. Hallo, meneer. Hey, hallo. Ik heb een vraagje, hè. Weet je, heb je een mannetje met een roze pak gezien? Ja, maar die mag niemand betreden. Oké, dankjewel. Ik zeg dat niemand mag die betreden. Is dat zo, meneer? Hè? Zo, niemand mag die betreden. Dat betaal ik lekker zelf, hè. Tjonge, jonge, jonge zeg. We moeten hem hebben. Want als we de 3 vermoorden, dan krijgen we namelijk de, weet je dat, de code om de Squid Game zelf te ontmoeten. En hey, Cartoon Cat is daar zo. Fuck a Cartoon Cat. Jij mag niet naar binnen, Dali. Oké. Oei. Hey, Cartoon Cat, niet doen. Stop daarmee. Hey. Verdorie zeg. Hey. Oh my god, ik had er niet zo recht op jou. Zo. Blijf daar. Hoppakee. Dat dacht ik niet, meneer. Tjonge, jongen zeg. Nou ja, hij heeft in ieder geval geschoten op mij, zeg. Oké, nu is het tijd om die andere te zoeken, ja? Want hier is hij dus, hè? Blijkbaar achter. Oh my god, dat is een cirkelsquad. Oké, laat maar doen. Ik heb een idee. Hoppa! Dacht je dat nou, hè? Dacht je hier nou zo makkelijk mee weg te komen? Arme mens. Zo. Die ga je niet overleven. Burn! Burn, MF. Yo. Zo, dit is hoe we het doen. Nou, wegwezen hier. Mijn auto staat daar zo, dus die mag niet in de fik komen, ze. Maar ja, we gaan gelijk weg. Weg, weg, weg. Oei, 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 oei. Het brandje komt heel snel dichtbij. Oké, wegwezen hier. Let's go. Haha. Nummertje 1 is in de pocket. We hebben hem afgeschoten. Dat betekent dat we nog 2 te gaan hebben voor we de code krijgen. En de locatie waar de Squid Game doll ligt. En dat is een engert. Oké, guys. We gaan dus lekker door naar de tweede. En ja, wat is nou eigenlijk dat tweede plek te vinden? Ik heb geen idee, ze. Maar we komen er heel gauw achter. Want we moeten nou ook iets anders gaan doen. En dat andere, dat kan best heavy worden. Maar ja, dat maakt niet uit. We zijn dus lekker aan het draaien. Bij dat ene huisje, zeg maar, waar Kermit Kikker vroeger leefde. Daar is hij dus. Nou, Kermit die woont daar tegenwoordig niet meer, want Kermit zit daar niks te zoeken. Ja, Kermit is gewoon een stomme kikker. Het is echt gewoon een, ja, laat zeggen, een verrader. Het is gewoon een backstabber. Daar heb ik niks mee. Dus we gaan even hier kijken. Snap. Er is overal beveiliging hier. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, hey, ik ben speciaal, hè. Dus als ze tegen mij beginnen, dan kom ik eraan. Oké, ben benieuwd. Gaat het intimiderend overkomen? Zo. Hoppakee. Dat dacht ik niet, vriend. Hoppakee. Hè, had je nog wat? Tjonge, jongen, zeg.
Jongen, kap ermee. Ik weet dat jullie iemand willen beschermen, maar het is niet jullie terrein, ja? Stomme Mexicaantjes. Zo, maakt mij niet uit. Hè? Jongen, jongen, Amerika. Mijn god. En dit zijn de Mexicanen die met een drugsbende hier zitten. Ja, 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 ik snap het. Kom dan, kom hier. Je kunt me niks maken. Ik heb 9 levens. Ik ben een kat. Zo, heb ik je nou? Hè? Zo, het enige wat ik even jullie ga doen is even jullie kogeltjes pakken. En al jullie wapens even oppakken, hè? Ik heb weer genoeg kogels. Dankjewel. Oké, we gaan naar binnen, hè? En dus even kijken. Want hier is nog iemand die de code heeft, zeg maar, waar die andere is. Hallo, oh my god, wat is met jou gebeurd, mevrouw? Wat is hier gebeurd? Ik zou eerlijk gezegd toch helemaal niet weten wie hier iets mee te maken zou moeten hebben, maar, hè? Wat is dat dan? Hey, stop daar. Kom dan. Nu komen. Zo. Niet doen. Stop daarmee, hè? Hoppa, dat dacht ik even, die grote vriend. Mijn god, mijn kogels zijn bijna op. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. En we gaan wegwezen hier, want we hebben hier niks meer te zoeken. Maar ik denk dat ik het weet. Probeer iets schuil te houden en ik snap het. Mooi geprobeerd, maar uitvoering is slecht. En daar zou je maar zelf moeten te weten komen. Maar niet al te negatief, we gaan dus lekker weg hier. We hebben niks meer te zoeken. Ik denk wel te weten waar ze zijn. En het kan hier niet ver zijn. Dus ja, want alles ligt een beetje bij elkaar, zeg maar. Zowel mijn bronnen als weet ik veel wat allemaal, hè. Maar goed. Hey, pas op, stommerik. Mag jou niet, hè. Au! Oei. Dat is niet best. Sorry, meneer. Oké, je bent dood, dus je hebt niks aan me sorry. Maar ja, ik wil eens nog sorry tegen u zeggen. Dat was een meneertje die ik dood heb gereden. Per ongeluk, expres. Nou, per ongeluk gewoon. Maar we moeten dus hier zijn, want hier schijnt namelijk de tweede te zitten. Of het is de cirkel hebben we net gehad, of de triangel. Of we hebben hier namelijk de vierkante. En triangel is eigenlijk een antwoord voor driehoekje. De trio, ja, het zijn 3 guards en die moeten uitschakelen. Tijd om de tweede guard te pakken. Oh my god, dit wordt spannend. Zo. Oh my god, wat is dit? Chucky en Annabelle beschermen die andere. Oké, snap, ze hebben mij gezien. Hey, stoppen. En waarom loopt die andere mee? Ze beschermen die toch, of niet? Oei. Zo, dat dacht ik niet, vriend. Hè? Kom achter mij aan. Kom maar hier. Ik rij jullie allemaal kapot. Hè? Chucky? Zo. Dat dacht ik niet, vriend. Zo. Vind je leuk, hè? Ga maar lekker grillen, wijfie. Dat was een wijfie trouwens. Ligt eronder, hè? Niet doen. Stoppen. Zo. Wat dacht je dan? Hoppa, en nu hebben we je. Voor mij ligt dat wijfje dat. Oh, nee. Ik dacht dat je dood was. Hey. Au! Stoppen! Au! You stabbed me! Tijd om die andere eens te pakken, hè? En dan gaan we nu doen. Wat ben je nou? Oh, daar is hij. We gaan je pakken, vriend. Blijf schieten. Blijf schieten. Blijf maar schieten. Hè? Kom dan. Kom dan. Hoppa. Hoppakee. Had je nou wat? Hè? Is 2 messteken genoeg voor u? Jongen, jongen zeg. Jij dacht wel tegen mij te kunnen, hè? Steek je gewoon neer. Zo doen we dat allemaal in de hoed. Dus jij ook. Nou, we gaan pleiten, want we hebben neergestoken. Oké, nummer 2 is ook afgemaakt. We moeten er maar eentje hebben. En dat betekent dat we de code gaan krijgen. Let's go! Wij gaan hier weg. En waar zit die andere eigenlijk? Nou, eigenlijk heel simpel. Je zit bij dat groene puntje. Hoe ver is dat rijden? 2 kilometer. Laten we dat maar even gaan doen. Kunnen we driften trouwens? Hiepa, jeet. Nou, ik geef het een 7. Het kan beter. Dit kon wel beter. Maar het was niet heel slecht of zo, die draft. Maar als we nou over de ramp gaan, komen we dan ergens sneller uit als we gewoon gaan vliegen? Neem we graag een vlieglesje hoor. Geen probleem. Kijk. Zo. Nou ja, geen kinda goed. Totdat ik iemand aanrij weer. Oké, lieve mensen. We zijn dus bijna aangekomen op de juiste bestemming. En dat is dus daar. Eens even kijken wat er te zoeken is. Het is een nachtclub. Aha. Het is druk hier, man. Holy snap. Sorry, mensen. Ik ga eerst. Hè? Zo. Ik sta op de gastenlijst, meneer. Ik ga naar binnen toe. Let's go. Oh my god. Die meneer is boos, hè? Maar die kan niet naar binnen. We gaan lekker hier naartoe. Is iedereen lekker aan het dansen of is hij aan het chansen? Weet ik het allemaal. En wat is dat? Oh, dat is mijn meneer waar ik tegen moet praten, hè? Meneer, meneer, weet je waar de derde is? Er zit ergens op de boot daar zo. Op de boot? En oh my god, Pennywise is er ook. Zo, dankjewel. Bewijs is vernietigd. Nou, dan ga ik tegen Pennywise zelf. Zo. Hoppakee. Niet doen, Penny. Zo. Sta op dan. Durf je nog? Nou, volgens mij heb je hem mooi gehad. Dankjewel voor de plaukatie, meneer. Bewijs is vernietigd. En ja, het is wel een beetje rustig hier, moet ik zeggen. Maar we schieten hier alles kapot. Bewijs vernietigen. Zo, had de bewaker nog wat? Die bewaker wil me pakken, denk ik, of niet? Of is hij ook weggerend? Zo, wegwezen hier. Pleiten. De club is in één keer helemaal leeg. Hoe zou dat nou komen? Schietpartijken, hè? Maakt niet uit. Wij gaan pleiten hier. En wij gaan naar de haven toe. Je weet wat daar gebeurt, zeggen ze altijd. Amai, we zijn er bijna. Oh, leer zeg. Kom, we gaan redden. En we komen er ergens uit. Nou ja, volgens mij moet ik gewoon via binnen door. En dan komen, als het goed is, op een lijpe locatie terecht. En daar zit dus de derde. En dat is of ja, voor mij wel. Kijk, voor mij is dat cirkel of square. I don't know. We gaan er zelf achter komen, hè? Squarehead. Maar ja, dus ergens één van deze plekken. Het kan of die boot zijn of die. Een beetje lastig. Ik kan er niet uitkomen of zo, ze. Maar. Even kijken. Welke boot lijkt me het meest. Ik denk die daar zo. Die boot moet het zijn. Want daar had hij het ook over. Tenminste, het lijkt er even op dat hij het erover had. Laat hij naar boven gaan. En nogmaals, je weet wat er altijd op de boot vervoerd wordt. Het is niet alleen maar leuke pakketjes en bagage. Maar er wordt namelijk
Ja, dat soort dingen worden vervoerd. Ja, niet dat je echt weet wat ik zeg, maar je weet toch. En we zijn dus niet onder hier. Alright, laten we gaan kruipen. Wij gaan de ladder op. Wij gaan de ladder op. Wij gaan de ladder op. En nog een laddertje gaan wij op. Ja, mooi toch? Nou, ik was vandaag trouwens weer even iemand zijn livestream gejoind. En voor de mensen die erbij waren, die weten dit. Maar ik had de slaaf weer 60 euro gedoneerd aan een persoon. Aan een meske die live was. Nou, welk meisje zou dat nou zijn? Drie keer raden. Hey, iemand was live. Ik was erbij in de chat. Ik had niks gezegd. Ik dacht, ik ga tranquilo zijn. Ik gooi gelijk die dono, weet je wel. Zonder woorden te gebruiken. Zeg maar gelijk opgemerkt. Maar ja, dat is logisch. Maar goed, we moeten dus iemand te pakken. Hey. Zo, jij dacht meerdere schoten om uit te lossen? Eén shot, jongen. En je bent neer. Pak eerst even je wapen hier. En daarboven als goed moet het zijn. Oké, dus we moeten klimmen. Klimmen. En, waar is hij? Daar is hij, hè? Zo, wat dacht je dan? Niet doen. Sukkel. Hè? You want me, hè? Jongen. Nou, die ligt uit de pitten. Oké, en nu gaan we door naar de volgende locatie. En ergens, als ik het begrijp... Hey, hij is in Vice City. Dat dacht ik al. En volgens mij hebben we een hele lijpe plek. We gaan alle bewijzen vernietigen. Alle bloedsporen. Hoppa. Niks meer van over. En wij gaan weg hier. It's time to go Vice City. En Vice City is mooi. En het is zo leuk. En het is geen meuk. Ik hou van Vice City, man. Goed, wij gaan eens lekker rijden. En hey, ik wil toch even iets gezegd hebben in deze video, hè. Ik merk wel dat we steeds meer, weet je nou, mensen wel meer connected met mij raken. Zeg maar ook YouTubers, YouTube-vrienden. Ik wil toch wel bedanken dat het dan toch wel zo die manier terechtgekomen is. Hey, vorig jaar, weet ik nog heel goed, ik maakte video's. En die video's waren niet helemaal oké, vond ik zelf. Ja, oké, dat moet ik zeggen. Het was anders. En nu zijn we toch op een leuke manier ingeraken, zeg maar. Ook gewoon, nu ik leuke mensen heb leren kennen, merk ik dat ik ook gewoon leuke dingen aan het doen ben. En diegene persoon is ook gewoon lekker bezig. Ja, ik ben er toch wel een beetje dankbaar voor of zo. Ook iedereen, jullie en alles. Ik vind het mooi. Dat was even mijn emotioneel moment. We gaan nu lekker verder GTA doen. Oké, we komen bij de Del Piero of Piero Pier uit. En ja, man, let's go. Wij gaan erop of eraf. Het is tijd om naar Vice City te varen. Let's go! En wat doen we er met deze auto als die het water dumpen? Dan worden we wakker. Op Vice City. Op de Vice City Beach. 3, 2, 1. Jut! Zo. We zitten erin en ik zie jullie bij Vice City. Waar ben ik op het strand? Oh my god, ik ben letterlijk gestrand op het strand. Nou, heel leuk zeg. Maar ik heb wel door waar het nu is. En het is bij een koninklijke landhuis of zo. En dat zou goed kunnen, want hun zijn met z'n allen stuk voor stuk koninklijk. Maar ik had wel gehoord dat er erg veel guards zijn. Dus ik moet het in mijn eentje opnemen tegen misschien wel 40, 30 guards. En ja, dat gaat er wel worden. Want ja, die beschermen allemaal de pop natuurlijk. En ja, vandaar. Dit zijn beschermheren. En ik weet niet of dat in een serie ook zit, maar in dit geval wel. Ik weet dat er eenmaal een Netflix serie is, maar ja, ik kom nou een heel serie weer te beginnen. Kom later wel goed. Maar we zullen zien wat die poppen gaan doen. Of al die guards, zeg maar. Ik bedoel, die zitten er niet voor niks. En ja, dat koninklijke landhuis is precies waar ik het over had. Het doet een beetje raar, maar ja, maakt niet uit. Hier moet het zijn, hè? Oké, dus gaan we hier op betreden. Let's go. Dit is dus het landhuis waar het eigenlijk over gaat. Goddamn. Laten we naar binnen gaan. Oh my god. En daar staan ze al buiten, hoor. Let's go. Oké, snap. Ze hebben we gezien. Snap. Oh, snap. Zo. Oh. Holy snap. Zo. Oké, laten we gelijk naar binnen gaan. Zo. Oh, ze maken elkaar ook allemaal af. Wat is hier nou de bedoeling van? Om de koning te beschermen of elkaar dood te maken? Zo. Holy crap. Wat gebeurt hier allemaal? Oké, we pakken ze allemaal. Pak kogels op. Alles. Oh my god. De hele Ligarde zit gewoon met elkaar af te schieten, hè? Oké, waar zijn ze nog meer? Ze kunnen overal zitten. Oei, daar zitten er een. Zo, hebben ze. Oh, ze beschermen elkaar allemaal. Holy moly, hoeveel zijn het er? Oh, ze beschermen allemaal natuurlijk die pop. Ik snap het. Zo, maar ze maken elkaar ook allemaal af. Waarschijnlijk zijn het vijanden van elkaar of zo. Ik denk het. Maar ja, de pop moet ergens boven zijn. En ik weet niet of ze gaat lukken. Oei. Zo, hoppakee. Dachten die vrienden. En hier zijn er ook al twee afgemaakt. Nog eentje? Leven er nog wel überhaupt mensen? Of maken ze elkaar allemaal af? Wat is de bedoeling? Je zou het op elkaar moeten beschermen, of niet? Oké, even kijken. Misschien zitten ze boven. Ik heb het idee dat daar iets is. En we gaan ze pakken ook, hè. Of hebben ze elkaar afgemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Dus ja, en hier moet het zijn. En oh my god. Oei. Oké, die gaat niet helemaal goed. Oké, er zijn dus guards. Er zijn nog twee andere guards. Laten we die guards even gaan pakken. Kom dan, hè? Zo. Wat is het nou? Waar vallen ze elkaar allemaal aan? Zo. Hoppakee. Nog iemand? Ja, een hele groep. Zo, slaap jij, hè? Oh, zo, dat was een hele gang die tegen elkaar ging. Holy moly. En nu is het de kwestie om de pop te pakken. Oké, let's go. En nu is het tijd om de pop eens even aan te vallen. Oh my god, die pop is zo creepy, hè? Nee, joh. Zo. Dat is een raar ding, zeg. Holy moly. Heb ik er? Zo. Hoppakee. En nou heb ik je. Wat een rare pop. Ik zweer het je, die valt nu al aan elkaar. Maar mensen, we hebben die te pakken. Eindelijk, de Squid Game is gewoon leuk, jongen. Like even deze video. Abonneer de kanaal met belletje aan. En ik zie je later terug bij een nieuwe video. En iedereen is dood. Later.